Hebben jullie hem gezien? Ja. Heb je gekeken? Ja, Studio Voetbal. En heb je hem gezien? Onze Arno Vermeulen. Ja, jongens. Hey, is hij goed, die Arno? Ja, wat een, hè? Je ziet eruit als een boekhouder, hè? Een dominee, een pastoor, weet ik veel. Onze Arno. En die komt dan met allemaal wijsheden dat je denkt, waar haal jij ze vandaan? Hè? Hij is chef voetbal, daar ben je NOS, ook nog een keer, ja. En is ook nog eens een keer de slechtste commentator van allemaal. En dat zit daar dan maar een beetje te wabbelen. En dat ging dan over die Berghuis. Het is toch ook wat met die NOS ook, hè? Ja, en dan zetten ze ook nog een mevrouwtje daar neer. Daar heb ik nooit van gehoord. Hij is een Stettler of zo. Ik weet niet veel wie ze is. En dat zit daar ook maar gewoon mee te wabbelen. Nou, zeg. En gewoon meningen ook over die Berghuis. Vrienden, laat ik dit zeggen over het geval Berghuis. Je kijkt hier naar een ervaringsdeskundige. Want ik heb vroeger... zat ik altijd, dat kon toen nog, met cameraploegen, zat ik achter het doel op alle velden, alle stadions, daar heb ik gezeten. En vrienden, en toen was ik constant op tv. En wat ik toen allemaal aan mijn hoofd kreeg, en dat was dan gewoon homo, dat was het minste. Natuurlijk, daar begon het allemaal mee. En dan was ik altijd een vuile pleurisjood. Ja, die kwam me dan gewoon gezellig achteraan. Ja hoor. Maar dat waren allemaal nog de minste van de beledigingen. En dan krijg je me toch een bak vuilnis en bagger aan je kop. Dat wil je niet weten gewoon. Dat is ongelooflijk, vrienden. En ik moest daar gewoon om lachen. Maar ik kan me voorstellen dat zo'n Berghuis op een gegeven moment, als je dus al die tijd ook, al die rotzooi naar je hoofd krijgt, dat je dat op een gegeven moment gewoon geeft, dat je dat gewoon geeft, boem, in één keer, boem. Dat was het. Hij ging niet door, hij ging niet geweldig lopen knokken, hij ging niet lopen vechten, en boem. Hij had er ineens helemaal genoeg van. Nou ja, is dat menselijk? Is dat te begrijpen? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Wel als je die situaties kent zoals ik, maar niet onze Arno Vermeulen. Nee, natuurlijk niet. Deze deugneus. Nee, die komt nooit in dat soort situaties. Die weet nergens van. En die veroordeelt dan ook. En zegt, ja, dat kan niet, want je hebt een voorbeeldfunctie. En dat mag ook helemaal niet dan geselecteerd worden voor het Nederlands elftal. Ja, nou ja, zeg. Ik bedoel, Arno Vermeulen. Hé, kunnen we die opheffen?